die zigeuners helpen zal. Moet dat het allemaal een beetje, moet dat het allemaal een beetje, dat kunnen helpen. Ik ben een hele stoere jongen. Ik spring zo uit de wagen. God is het hoog. Zo, nou sta ik in de wagen. Zo zit het ook niet op. Nou, ik probeer het nog één keer. Dat ik het nog één keer probeer. Dan moet dat het allemaal een beetje. Zo, dat is mooi. Dat is mooi. Van allemaal probeer ik allemaal een beetje. Van dan moet dat het allemaal. Zo, ik heb kramp in de bek, zeg. Want er komt niet aan de zigeuners. Want wie aan de zigeuners komt, die komt. Wie aan de zigeuners komt, die komt aan de zigeuners. Ik hoop trouwens dat we op tijd zijn. Dat zijn we op tijd. Ik heb geen idee van datum of tijdstip. Wij zijn namelijk van Motorclub No Calendar. Mijn kameraden komen ook nog. Maar ik weet nooit wanneer. Die hebben ook geen kalender. Ik kan nooit meer afspreken. Dat kan volgende week zijn, dat kan morgen zijn. Dat weet nooit wanneer ze komen. Dat weet je niet. Maar ik hou hier wacht. En als de zigeuners en de jongens van No Calendar naast elkaar staan, dan zie je de mensen denken: kijk eens hoe die jongens naast elkaar staan. En dan is er een soort verbroedering en dan pas zeg je tegen elkaar: jongens, en nu maar hopen dat de HEMA tot 9 uur open is. Geen idee. Ik moet trouwens heel vaak uitleggen dat ik van de No Calendar ben. Ik ging vorige week naar de Chinees. Ik zeg tegen de Chinees: doe maar even 2 babi pangang, doe maar 2 babi pangang. Stonden er 8 babi pangang. Ik zeg: doe ze maar even in een tasje. Hij doet ze in hetzelfde tasje, zo riet de kalender. Ik zeg: wat doe je nou? Oh, u bent van No Calendar. Nou, dat dacht ik wel, ja. Hij zegt: sorry, ja, je reed een lolly, flikker van. Hoort dat het allemaal zo, maar zo makkelijk gaat dat allemaal niet zo makkelijk. Ik ging op reis. Ik denk: ik ga dat tijdje dus uit. Dus ik ga naar Schiphol en ik geef mijn ticket, geef ik aan zo'n KLM-smurf. En die pakt mijn ticket, die lacht me gewoon uit. Meneer, het is september, u hebt een ticket voor november. Ik zeg: kijk eens op mijn rug, oh, loop er maar door. Het heeft ook voordelen. Ja, zegt die man van de KLM. Hij zegt: luister. Ik zeg: wat is er? Hij zegt: wij zijn een beetje benauwd geworden van die motorclub. Ik zeg: hoezo? Hij zegt: nou, vorige week hadden we hier ook een motorclub. Ik zeg: nee. Hij zegt: ja. Ik zeg: nee. Hij zegt: ja. Ik zeg: nee. Hij zegt: moet nog een ja zeggen? Ik zeg: nee. Wie had je daar vorige week? Waren vorige week hier de jongens van de ODAD? Van de ODAD? Ik zei: nee, motorclub ODAD. Dat zijn zo'n vijanden. ODAD op de afgesproken datum. Mooi dat het allemaal. Nee, vorige week werd ik aangehouden door de politie. De agent zegt: een rijbewijs is verlopen. Ze kijken zo op mijn rug. Oh, sorry, u krijgt geld van ons. Als ik nou heel eerlijk ben, de grootste vrienden van ons, dat zijn toch wel de jongens van de Satudaro. De Satudaro, dat zijn onze vrienden. Maar die zie je ook nooit. Dan ga je in de clubhuis en vraag je: waar zijn de jongens? Och, dan is Satudaro, dan is Satuhiro. Je komt zo niet tegen. overal kunnen ze zijn. En we hebben ook geen agenda's. Altijd makkelijk na de vergadering. Zijn er nog agendapunten? Sterker, helemaal geen agenda's. Prima, biertje en weer klaar. Maar kom niet aan mijn meisje. Er komt niemand aan mijn meisje. Ja, jongens van No Calendar, maar verder niemand. Want zie hen naast elkaar staan. De zigeuner en de jongen van de vereniging. Dan denken de mensen: kom daar maar eens omheen. En als je dan omheen bent, dan denken ze van: nou, dat viel wel mee. En dan pas, als alles koek en ei is, dan zeggen ze tegen elkaar: potverdomme, wat is het nog moeilijk om een tompoes met één hand te eten. Ik heb geen idee wat ik zeg. Kom, die moet pissen als een pingwing met stoelverwarming. Oh, kijk, een dictie. Mijn moeder zei altijd: jongen, denk in uitspraak. Ooit heb je iets aan een goede dictie. Nou, ga ik even zeiken als Marcel en Yvonne de boel een beetje in de gaten houden. En mannen, ga plassen, hè. Als je moet plassen, ga plassen. Niet inhouden, dat je prostaat niet gaat klepperen, klopperen, bom. Want als je dan buiten loopt, dan heb je geen bomen. Dan moet je toch pissen. En pas dan maar eerder gaat dat allemaal. Dan ben je ook niet meer te doen. Kom, het is van dat je toch hard gaat. Ja, nou, goed. In ieder geval gaan we dat dan proberen op. Ik ga even met elkaar pauten.
was er. Ja hoor, au, au, au. Wie doet zoiets? Dat weet ik nog niet. Ik wel. Moet je kijken, man. Ik kan wel dood kunnen wezen. Het hangt verdomme gewoon een kalender. Oh. Oh. Wie doet zoiets? Dat is toch matteling eerst. Ga, oh. Ga ik tussen Marcel en Yvonne even het boel... Oh, hey.